waarom ben je als Zwarte Piet gekomen? Omdat Sinterklaas en Zwarte Piet komen. Ga je dan ook een beetje helpen straks met Zwarte Piet? Ja. Wat moeten die allemaal kunnen, weet je dat? Ja, op de daken klimmen. Heb jij je schoen al gezet? Ja. Wat zat erin? Ik had een grote cent gekregen van een cent. Dat wil zeggen dat je heel braaf geweest bent, hè? En dan heb ik nog een tekening voor de cent. Ben jij eigenlijk de echte Sinterklaas? Nee. Je bent eigenlijk een beetje hulp Sinterklaas dan. Ja. Moet Postpiet allemaal doen? Ik moet alle brieven van de kindjes sorteren, zodat die bij de Sint terechtkomen. Dus ook de tekeningen en alle brieven wat ze willen hebben van de Sint krijgen. Ik vermoed dat het heel druk is nu, hè? U zeker. Soms heb ik een beetje vrij, maar nu is het heel hard werken voor mij. Zeg, wat ben jij goed verkleed als Zwarte Piet, zeg? Ik ben Sinterklaas. Jij bent verkleed als Sinterklaas. Ben je de echte dan? Nee. Ben je een hulpsint? Een klein beetje. Ben je een echte Zwarte Piet? Wat voor Piet ben jij dan? Een deugniet Piet. Een deugniet Piet. En wat moeten die doen? Die moeten dan deugniet zijn. Oh, ik denk dat ze het hebben.